Sneakers socks 7 keer maat 43, 46. Ik heb maat 38. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het Action YouTube kanaal. Ik ben Kelly, ook wel bekend van Kelly Kressen en ik deel vlogs en video's over het moederschap, dagelijks leven, lifestyle en nog veel meer. En ik ben 2 weken geleden naar de Action geweest om in 10 minuten tijd mijn boodschappenlijstje te vervullen en te shoppen. En ik kan je zeggen, 10 minuten is vrij kort. Maar goed nieuws, ze hebben het uitgebreid naar 20 minuten. En vandaag ga ik de uitdaging aan om in 20 minuten mijn lijstje te shoppen. Ik zal mijn lijstje even in beeld zetten, want ik heb een aantal dingetjes die echt wel weer nodig zijn. De vorige keer had ik natuurlijk maar 10 minuten, dus ik heb niet alles toen kunnen halen. En ik weet niet of jullie het herkennen hoor, maar tijdens deze hele lockdown is Action toch wel de winkel die ik het meest gemist heb. Een paar handige tips als je denkt, oké, ik wil ook gaan, ik heb mijn afspraak gepland. Kel, wat is nou handig? Doe makkelijke schoenen aan. Ga niet op je hakken, lijkt me ook logisch, maar ik doe lekkere stevige schoenen aan, dat ik lekker in tempo door de winkel kan. Zorg dat je vooraf een goed lijstje hebt gemaakt, dat je precies weet wat je nodig hebt. En voor de echte Action fans weet je wel een beetje waar alles ligt. Dus kijk of je al in je hoofd een soort van route kan uitstippelen hoe je gaat lopen, zodat je niet kriskras door de winkel gaat en heel veel tijd verliest. Blijf gewoon kalm. Geniet van je shopping experience. Ik vond het de vorige keer super leuk, maar 20 minuten maakt dat het toch wel een stuk relaxter gaat dan de vorige keer. Dus ik ben heel blij met die versoepeling. Ik ga jullie meenemen de winkel in en vervolgens ga ik jullie laten zien wat ik heb gekocht. Dus gaan jullie met me mee? Grote tas vol. Of eigenlijk waren het 2 tassen. Ik heb eigenlijk best wel veel gehaald. 20 minuten is echt zoveel chiller. Ik moet zeggen, op een gegeven moment, ik had nog heel erg die rush in mijn hoofd van toen ik maar 10 minuten had laatst. Dus ik was echt zo van, oh ik moet opschieten. En toen was het op een gegeven moment was ik al klaar. Toen zat ik pas op ruim 10 minuten. Dus 20 minuten is echt ruim zat, want ik kon na die 10 minuten nog lekker even op mijn gemakje een beetje shoppen. Dus ik heb daardoor ook wel wat meer meegenomen. Maar 20 minuten is perfect. Dus maak je niet druk dat je dan te weinig tijd hebt, want ik heb echt veel gehaald in die tijd. Ik had ook gewoon een goed lijstje. Ik wist gewoon waar ik moest zijn en dat scheelde gewoon heel erg. Dus we gaan beginnen met de shoplog. Vind je gelijk met iets heel lekkers? Dit zijn chocolate covered peanuts. Super lekker. Dit zijn van die chocoladenootjes. Echt. Verslavend lekker. Dat zijn van die dingen die dan meegrijpen vlak bij de kassa. Dat je denkt, oh die wil ik ook nog. Handzeep, die was bij ons ook op. En ik vond dit zo'n schattig flaconnetje voor op de keuken. Lekker lavendel paars. Ja, ik vind hem helemaal cute. Dus die. Ik ga echt gewoon random qua volgorde. Maggi, maar dan ja, wel van Maggi. Ik dacht heel even van de neppert. Maar nee, het is een echte. Die was maar een eurotje. En dat vinden wij lekkere soepen, pasta's en al dat soort dingen. Een dag- en nachtcreme van Nivea. Die waren echt super voordelig. Dit vind ik heel fijn, een dag- en nachtcreme. Vroeger ook vaker gebruikt. En ja, ik was benieuwd. Dus ik heb deze allebei meegenomen. Dan 2 wekkers voor mijn dochters. Ik heb 3 dochters in totaal. Eentje van 7,5, eentje van 5 en eentje van 3,5. En die oudste 2 die willen nog eens heel vroeg uit bed gaan. Maar ik heb dus een wekker voor ze gekocht. Die was ook maar 3,99 per stuk van Grundig. Die ga ik dan instellen op 7 uur allebei. Dat als het wekkertje gaat, mogen ze pas de kamer uit. Daarvoor mogen ze wel iets van spelen of knutselen of gewoon in bed blijven liggen of iets lezen. Maar ja, niet dat ze dan om 5:30 al naast je bed staan, zeg maar. Dus ik ben benieuwd of dat gaat werken. Veel goedkoper dan van die kinderwekkers, zeg maar. En in principe zou die hetzelfde werk moeten doen. Oh ja, qua beauty shopte ik ook nog een reinigingsmelk. Die was weer op. En dit is een hele lekkere met honinggeur van Garnier. Heel lekker. Dus dan kan ik ook die weer gebruiken voor mijn make-up te verwijderen. Even kijken, sokken heb ik ook echt heel veel gehaald. Want dat was ook echt zoiets wat op het lijstje stond van oké, als de Action weer open is, ga ik die weer kopen. Ik heb ook echt veel te grote maat gepakt, want daar heb ik dan weer niet op gelet terwijl ik aan het shoppen was. Omdat ik dacht dat ik haast had. Maar goed, beter te grote sokken dan te kleine. Sneakersocks 7 keer maat 43, 46. Ik heb maat 38.
Maar goed, prima. Want weet je, mijn voeten passen er wel in. En ook wit. Hartstikke handig, weet je. Met sneakers en zomerse schoentjes. En voor de kinderen ook hele leuke sokken. Die zijn echt heel fijn van de Action. Dit zijn ook echt leuke printjes. En je hebt hier zo'n glitterkantje. Dit zijn nog toekans staan erop. Heel leuk. En bloemetjes. En voor mijn jongste dochtertje heb ik dan deze hele leuke van Minnie Mouse. Daar is helemaal weg van. Dan wat kantoorartikelen. Ja, qua volgorde is deze shoplook nog steeds niet helemaal in orde. Maar deze vond ik leuk. Dit is dus zo'n to-do-list boekje. Waar je dus elke dag even je to-do-list opschrijft. Ik vond hem gewoon heel cute voor mijn kantoortje. En ja, het was ook geen drol kosten die. Dus ik denk dat is leuk. Dat is toch leuk. Ik word er vrolijk van. Dit vond ik ook wel een hele leuke. Dit is een tripod voor je telefoon. Hè? Als je natuurlijk reels gaat maken of stories. Dan kan je je telefoontje hier zo in doen. En dan kan die ook nog langer. Nee, dat kan die niet. Maar goed, hij was ook heel goedkoop. 1,99 geloof ik. Dan kan je je telefoon op de keuken of zo neerzetten. Dan kan je ondertussen leuke stories en reels maken. Ik denk, ja, hij is ook nog wel een merkje van Groenig. Dus het zal wel goed zijn. En er kan ieder soort telefoon in. Dus dat is ook heel handig. Dan crepepapier. Waarom? Omdat ik die DIY had gezien. Waarbij je dus de haren van de kinderen zo kunt dipdyen in het roze, blauw. Met crepepapier. Dus die wil ik gaan namaken voor mijn eigen YouTube kanaal. En mijn kinderen zullen dat helemaal geweldig vinden. Maar het is natuurlijk ook gewoon nog heel erg leuk om mee te knutselen. Maar dan heel random de yummy saus van de Action. Die is super lekker. Mijn meisjes vinden die ook echt heel erg lekker. Grote fles, maar wij doen daar niet heel lang mee. Dus goed dat ik hem weer bij heb gehaald. Dit is Ultra White. Wasmiddel, super grote fles. Lekker handig, die is ook gelijk voor 45 wasbeurten. Voor de witte was, we hebben ook altijd best wel veel witte was. Want ons beddengoed is wit en onze handdoeken zijn wit. Dus dan heb je ook veel witte wasmiddel nodig. En nog veel groter, deze van Omo. Was echt niet duur, vond ik. Deze is voor 80 wasbeurten. Dus het is ook echt een enorme fles. Het is natuurlijk een goed merk en kunnen we even vooruit met ons gezin. Dan voor ons grasveld in de tuin. Die kan wel wat meer kleur en wat meer voeding gebruiken. Dus wat meer, we hebben wat van die gaten en dat soort dingen. Dus dan doe je er van dat graszaad op. En dan kun je weer even vooruit. Dus ik heb de grote verpakking gehaald, zodat je even wat vooruit kan ermee. Een wc-bril, een toiletbril. Want er was vorige week een kindje komen spelen bij ons. En die heeft de wc-bril kapot gemaakt. Dus je denkt, hoe is het mogelijk? Maar ja, dat is gebeurd. Dus ik heb even nieuw gehaald. Een zwarte dit keer vond ik wel leuk voor het industriële effect. En ja, altijd handig. En die was ook echt niet zo duur. Dus ja, kunnen we in ieder geval weer poepen, zeg maar. Nee, kunnen we weer de klep dicht doen. Want eigenlijk was alleen de klep kapot. Maar het ziet er zo stom uit als er geen klep op zit. Dus even nieuw gehaald. En dan last but not least, twee van die bakjes. En waarom? Ik heb een zwart nachtkastje. En ik heb in mijn nachtkastje altijd van die kleine dingetjes zoals, nou ja, dextro, ik heb diabetes. Dus dan heb ik een noodsuiker, een appelsap, dat soort dingen. Maar ik heb ook altijd een lippenbalsem en gewoon van die standaard dingetjes die ik in mijn nachtkastje heb. Maar die zwerven zo rond in dat laadje. Toen dacht ik, ik moet gewoon twee bakjes neerleggen. Dan is het toch een soort van georganiseerd en dan kan ik, kan ik het wat beter pakken, organiseren. Ja, gewoon handig. Dat was mijn Action Shoplog in 20 minuten tijd geshopt. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op het YouTube kanaal van Action Nederland natuurlijk. Ik zal mijn linkjes ook in de beschrijving zetten. Kun je ook mijn YouTube kanaal en Instagram vinden. En dan zie je volgende keer weer een andere video op dit kanaal. Dankjewel voor het kijken. Doei!